Komt-ie. Let's go. Komt-ie. Daar zitten we dan, inderdaad. Ik heb er eigenlijk bijna geen woorden voor. Maar we gaan vandaag iets doen wat gewoon waar ik jaren naartoe heb gewerkt, waar ik jaren over heb gedroomd. En de oplettende kijker, die weet het misschien ook wel. Ik heb heel vaak gezegd, mijn droomauto is een Range Rover Velar. En ik had met mijn baddy altijd, bij al het grapjes maken. Ja, Vincent, ga weg met je Range Rover. Hou even eerst normale doelen en zo. En het was ook wel echt een extreem doel. Ethereum stond er een paar weken geleden echt goed bij. Dat stond op 4700. Ik dacht, ik kan gaan wachten tot de 100.000 of ik kan gewoon nu die kans pakken. Ik heb dus gewoon die kans gepakt. Een paar weken later is de koers ook helemaal in elkaar gepompt. Het was een heel erg mooi verhaal ook gewoon. Ik was met Betty en Cal de avond van tevoren. En ik had zelf al één punt uitgecashed. En ik zei, ja, ik wil mijn volgende uitcashpunt nemen bij een koers van 5500. Betty zegt dat tegen mij van... Dan moet je niet doen, straks valt bond die koers in elkaar weer en dan kan je weer een half jaar gaan wachten op je auto bijvoorbeeld. Dus heb ik het eigenlijk toch gedaan en inderdaad, de koers is in elkaar gedond en nu gaan we dus de auto halen. Na 4 jaar treden, het voelt heel apart moet ik zeggen, ik besef het nog niet, maar dat komt eigenlijk ook gewoon, ik heb nog alleen maar foto's gezien van die auto, niet echt zeg maar een filmpje, ik heb hem niet in het echt gezien. Dus het is heel erg apart, nu, maar ik heb wel echt heel erg zin in. Wie komen er allemaal? Betty, Chris natuurlijk, Mike, jij bent er natuurlijk bij, Robin de cameraman, Daan en Thijs komen, er is één iemand die ik nog mis. En natuurlijk mijn ouders, Robert, mijn vader, Klaas, die komen er allemaal naartoe, dus dat wordt echt heel bijzonder. Ja, nu weer toch zijn, dit is inderdaad de locatie waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Hè? Ik woon dus op een erf met 2 huizen, misschien kan je even hier naartoe komen. En inderdaad, ik woon dus nu hier in het appartementje boven het kantoor van mijn stiefvader. Daar in het gebouw, daar is alles begonnen bij mij als trader zijnde. En misschien herkennen mensen deze hoek wel van de shorts die ik altijd plaats op Instagram en op DopeyCash in Discord. Dit is inderdaad waar ik altijd die shorts opneem en dit is eigenlijk gewoon een beetje waar ik hier leef. Gewoon hier de chillruimte, tv, het is allemaal nog niet super, super af, zo de gordijnen moet nog een beetje fixen en zo. Maar dit is tot nu toe waar ik een beetje leef eigenlijk. Hier keukentje erbij. En dit is natuurlijk de plek waar het gewoon allemaal gebeurt, hè. Hier wordt er getraind, hier wordt er de content gemaakt en zo. En dit is ook echt gewoon mijn werkplek nu voor... 1,5 jaar ongeveer denk ik al. En als je dan hier op het hoekje komt, dan gaan we kijken, kunnen we het wel laten zien hier? Tuurlijk. Ja, kunnen we laten zien. Tuurlijk. Ja, dit is natuurlijk gewoon een slaapkamer. En hier heb je natuurlijk de badkamer gewoon. Mensen denken altijd, ja, dat jullie woont extreem luxe of zo. Nee, dit is gewoon inderdaad waar ik bivakkeer eigenlijk. Alright, en dan gaan we dus nu naar het huis wat jullie dus net zagen. En daar zitten als het goed is Betty en Chris en alles. Rob en Daan en Mike natuurlijk. En mijn ouders. Dus dan gaan we even naar beneden toe. Ja, kijk, dit is wel echt wel typisch mij, hè. Ik zeg al 1,5 jaar lang, ik moet een keer de schoenenrek gaan kopen. Staat er nog steeds niet. Oranje taart. Oranje taart? Oranje taart. Nou, wij hebben ze al op hoor. Smaakt het? Ja, wij hebben het op zich. Ik ben vanmorgen om 4 uur s'nachts aan mijn bed gaan dit gaan maken. Ja, zelf gemaakt. Zelf gemaakt. Zelf gemaakt. Maar de vraag is, ja? Hoe vaak eet je dit? Nou ja, gemiddeld wel ongeveer 1 keer in de 3 weken. 1 keer in de 2 weken. Dat valt zeker mee. Dat valt wel hartstikke mee. Ja, weet je wat ding is? Ik eet namelijk wel gewoon veel meer tompoes. Kijk, dit is natuurlijk wel leuk, maar het beste gebak is natuurlijk tompoes. Ik heb Vincent serieus meegemaakt dat hij zei, ja, vandaag lekker sporten en was hij inderdaad echt serieus. Waar jij een grapje over maakt, doet Vincent echt. Vincent was gewoon aan het sporten met een zakje chips. Dat is eerlijk, dat is echt waar. Ja, dat klopt. Kan toch ook, kan toch ook. Ja, jij wel. Maar je bent nog jong. Maar even ik voel het straks aan de telefoon ook wel, maar het begint gewoon te kriebelen. Eerlijk zeg. Ik zeg je, het is precies hetzelfde als toen we een keer gingen proefrijden voor die filmdocumentaire.
Ik voel het waarschijnlijk pas als ik er naartoe rijd of zo, dat ik het echt zie staan. Want wat ik net ook al zei, ik heb nog alleen maar foto's gezien van die auto, nog niet echt in het echt. Dus het besef komt nog meer echt binnen. Ik geloof er niks van. Ja, ik geloof er niks van. Hij is wel zo, toen wij letterlijk met die documentaire de proefrit gingen maken, toen had hij ook helemaal geen last onderweg naar naartoe. Nee, is het. Niet dat hij het zelf merkte. Hij zal heus wel ergens in zijn achterhoofd over nagedacht. Ja. Maar toen kwamen we daar aan, we reden nog niet de parkeerplaats op, zei hij ineens tegen mij, uit het niks, hè? Zo, maar nou ga ik het serieus wel voelen. Nou, dan zie je ineens die auto staan en dan denk je bij jezelf, oh ja, ik kom nu heel erg dichtbij. En ik weet zeker, als wij daar aankomen dadelijk en hij ziet hem onder dat doek staan, ja, dan gaat er wel iets gebeuren. Maar vooral omdat het is onrealistisch, zeg maar gewoon. In je hoofd is het heel apart of zo. Want ik ben sowieso nooit in mijn leven gewend om echt veel geld uit te geven in de auto. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat is. Ik weet niet. Het is mijn eerste uitgave wat echt boven de 5000 is eigenlijk. We hebben de afgelopen jaar bij zelf kaart van gewerkt. En dat is toch mooi als je jezelf zo kan belonen. Ja, zeker. En ik moet wel zeggen, ik ben niet of Robert ook op camera wil komen. Ben je goed? Met koffie is altijd. Ik heb een koffie. Als jij er even naast moet zitten, want ik moet wel namelijk zeggen nog. Het is nogal een klein verhaaltje namelijk. Dat ik ook wel heel veel moet danken aan deze man hier inderdaad. Want eerst wou ik dus een andere auto kopen. Ik wou ook eerst een Velar kopen, maar die stond dus gewoon hier in Heerenveen bij een garage vlakbij inderdaad. Alleen ik ben natuurlijk helemaal hyped erover, dus ik wou er gelijk kopen. Alleen ik moet wel zeggen, Robert heeft het tegen mij gezegd van we moeten even eerst gaan verder kijken en eventjes rustig gaan kijken wat er nog meer op de markt staat. En nu hebben we echt een veel betere, is ook nog goedkoper in principe, een veel betere auto. Met gewoon meer alles wat er gedaan. Dus dit is wel echt gemeleerde ramen. Die heeft zo'n cruise control systeem volgens mij. Hij weet het niet zo. Volgens mij toch. Ja, het gaat er om dat ik ook wat aan heb. Deze had wel 4 wielen. Ja. Maar hoe zie jij dit? Wat vind jij er allemaal van? Ja, het is natuurlijk bijzonder als je zelf ooit met een Opel Kadetje bent begonnen als eerste auto. En je zoon die begint dan met een Range Rover Velar. Dat is natuurlijk bizar. Maar ja, goed, hij heeft er knetterhard voor gewerkt. Als ik zie wat voor tijd hij erin gestoken heeft om zeg maar, dit hem allemaal eigen te maken. Ja, dan heb ik er alleen maar diep respect en bewondering voor. En dan mag je als ondernemer mag je jezelf zo nu en dan belonen. En dan is dit een beloning die past. Zeg maar. Ja, absoluut. Helemaal 100%. Nou, mooi gedaan. Dan gaan we zo meteen maar richting de D-Type. Zeker. Gaan we dan kiepen als ik dat zeg? Ja, nee. Waarschijnlijk wel als ik rij gewoon. Als ik er echt iets zie staan. Ja, mooi. Dat is goed, man. Ik hoorde net dat de spanning begon te komen. Nu ben je ineens wel, ja. Het is echt hetzelfde als met die proefrit van toen. Nu begin ik het echt te voelen, zeg maar. Het is echt heel erg apart, dit. Zullen we maar naar binnen gaan dan? Ik kan het niet beschrijven, heel apart. Lekker, man. En? Ja, ik ben heel erg te voelen, heel erg. Ja? Ja. Ik heb even stekker erin, man. Ja, dat is goed. Laat maar. Ja, gaat nu verkriebelen, hè? Ja, dat is heel erg, ja. Heel erg, ja. Mooi. Ja, maar van binnen was echt heel mooi. Oh, ja, dat is niet zo. Hey, hoi. Hoe is het? Kijk eens. Hoe is het dan? Zeg je? Spullen liggen nog in de auto. Welke spullen? Kleding. Waar staat die auto dan? Hier achter. Moet je even eerst even. Ja, echt zenuwachtig, hè? Echt van de maat van mij, hè? Dank je voor het vertrouwen. Zeg je? Nee, ik hoorde net een ander verhaal. Wat dan? Het past bij de kleur van... De kleur van de auto? Oh. Ja, maar nu verklappen we te veel, hè? Nou ja, er zitten twee kleuren op, dus... Ja, oranje. Misschien worden we oranje, ja. Een oranje auto? Ja, dat kan. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Parijs en Riertjes. Ja, nu moet het toch wel gaan kriebelen, vind je het niet? Nu gaat het kriebelen, hè? Nu gaat het kriebelen. Dit is jouw auto, Fik? Ja,
Ja. Nu wordt het echt spannend. Ik voel echt goed, ik goed in de maag hier hoor. Zo. Ja, je moet het zeggen. Ja, wat ik moet zeggen, joh. Ik was wel als we erop staan en de camera loopt. Ja, het is jouw auto, vind ik. Ja, maar je moet er nu gewoon afhalen. Ik denk dat het van kan doen. Okay. Zal ik aan de achterkant gaan staan? Ja, is goed. Ga ik even aan. Jij, dan wordt het. Mag jij even aan? Ja. Is dat goed voor je? Ja. Is goed, hè? Een dag aan. En niet ervan. Komt ie. Let's go. Komt ie. Dat zei je toch? Als je ultieme droom is. Hij zei met schoon. Ja, dit is nog anders dan zand van de foto's ook gewoon. Zo. Ja, serieus, 19 jaar. Ik vind het blijft vet. Ja, dat is echt heel dik. Maar dat is ook een beetje iets. Zo dus. Ja, ik kan wel zo goed erin zo bij de plaats van in. Ja. Zo, dit. Hier dan. Ja, nou gelijk naar Oostdijk door. Ja, ik ben echt super trots. En ik was net wel even, toch wel een emotioneel momentje gewoon, weet je. Kijk, die jongen, hij kwam inderdaad bij ons toen hij gewoon een heel jong ventje was. Nog eigenlijk gewoon een kind. En ja, ik wil gewoon leren vreden, weet je. En ja, dan weet je op dat moment nog helemaal niet waar het naartoe gaat. En als je dan ziet, nu die 19 is, waar hij staat. Hij zei op zijn 16e tegen mij, Bert, ik wil een Range Rover Velar. Vind. Ga nou maar eerst leren überhaupt hoe je geld maakt, want daar ben je helemaal nog niet, weet je. Moest kosten wat het kost een Range Rover Velar en nou ben je een paar jaar verder. Ja, en dan staat hij gewoon met zo'n auto die hij gewoon afgetikt heeft, gewoon betaald. Ja, dat is insane. Een auto, daar hebben we in de video's vaak over gehad, daar zit je geluk niet in. Maar ja, dat zijn wel dingen die mooi zijn in het leven. En als je dat dan voor jezelf zo kan doen op zo'n leeftijd, ja, ik ben super schot. Hij is wel heel erg moeilijk. Echt, ik ben er wel heel trots op. Hij heeft wel echt een heel duidelijke focus van wat hij wil en wat zijn doel is. En daar gaat hij ook echt aan de voet. Met heel veel hulp van jullie en heel veel begeleiding. Daar is ook heel trots op. Hij volgt u ook en jullie mening is heel erg belangrijk. En dat is mooi. Ik zie een trots op jullie samenwerking. Dat denk ik wel. Dat je zo bij zo'n club mag komen. En zo mooi mee wordt genomen en daardoor mag groeien. Want je ziet Vincent heel erg groeien. En dat van een jongetje van zoals hij klein was, zo onzeker als hij toen hier in het noorden kwamen. En die nu is vol zelfvertrouwen, weet precies wat hij wil, wat hij niet wil. Dat is mooi. Ja. Weet je wat ik eigenlijk denk? Ik ben nu zenuwachtiger dan dat ik eigenlijk voor mezelf zou zijn. Ik vind Vincent natuurlijk super gaaf. Wij kennen hem natuurlijk best wel als jong jochie natuurlijk. 15, 16 jaar was hij toen hij bij ons binnenkwam. Ja, heel wispelturig, heel erg druk, heel erg vloog alle kanten op. En eigenlijk in die jaren die we hebben doorlopen, hebben we hem best wel zien groeien. Ja, hoe gaaf is het dan hier te staan voor? De jongen gaat dadelijk gewoon een hele dikke auto rijden. Ja, dat is toch wel een jongensdroom. Kost aardig wat centen en dan heb je hard voor gewerkt. Ja,
Ja, ik ben niet bij geweest bij zijn journey, zeg maar. Maar wat ik heb gehoord van jullie allemaal en jullie het zelf hebben verteld, vind ik het onwijs respect. Zelf zou ik het nooit zo doen. Zo gedreven werken, alles laten liggen. Dus ik heb heel veel respect voor. En ja, wat hij nu heeft bereikt op zo'n leeftijd. We zijn bij een autodealer. Dus alle dikke auto's staan hier. En als je dat je 19 jaar kan halen, is dat wel een hele andere koek, zou ik zeggen. Heel bizar. Er zijn weinig mensen die het flikken. We hadden het nog net een auto met Thijs over. Hij zei ook van, er zijn echt weinig mensen die op zo'n leeftijd zo'n auto halen en dat hebben bereikt. Dus ik heb onwijs veel respect voor. Ja, dit is bizar. Allereerste woord dat in me opkomt is natuurlijk insane trots. Veentjes is begonnen op zijn 15e/16e, ik weet niet precies meer. Er staat 4 jaar bloed, zweet en tranen tegenover. En kijk wat het resultaat is. Dus ja, dat is gewoon. Je kan niks anders dan trots zijn. En het is een voorbeeld. Kijk, wat ik zeg, 4 of 5 jaar bloed, zweet en tranen. En je ziet wat er mogelijk is. Doorzetten, kosten wat het kost. En ja, kijk waar we staan. Ja, dat is even in het kort absoluut ja, gewoon trots. Ja, toch? Nou, Vin, de eerste meters. In je... Ja, dit rijdt zo lekker dit ook. Ja, dat zeg je nu al, na een paar meter. Maar het is inderdaad crazy. Het is echt niet normaal. Ik vind het zelf super dik. Ja, ja, vrachtwagen, wat maar eventjes mooi. Ja, maar dit zweeft ook zo lekker over de weg. Kijk, ik heb in veel auto's gereden al. In een BMW X5 van Robert, in een Golf en een Mini. En die BMW die zweeft zeg maar over de weg. En dat is precies hetzelfde wat je hier echt heel erg in hebt. Heb je nou niet het gevoel dat je... proefritje aan het maken ben of zo. Want dit is jouw auto, hè? Dit voelt als een proefrit, maar dat is zo apart. Maar ik denk dat het besef echt pas komt als je over een paar dagen hier nog eens in rijdt. Ja, ik vind het echt... zelfs ik vind het een beetje onwerkelijk wat we afgelopen jaar bewerkstelligd hebben. Ja, maar het is wel gewoon zo. Hè. Letterlijk, kijk, met het traden. Het komt natuurlijk door Ethereum grotendeels. Hè. Want ik heb natuurlijk van Ethereum kunnen kopen, maar met traden... In dit geval. Je hebt ook Bitcoin uit kunnen cashen. Dat maakt het niet heel veel. Daarom, maar het gaat om het traden, zeg maar. Dat is... Als je erover gaat beseffen, wij hebben misschien wel meer dan 500 uur wel gebeld. Let toen het leerprogramma Daytrader uitkwam. Want door Daytrader zijn mijn accounts heel gegroeid en zo. Daarom kan het ook gewoon. Ja. Maar ik heb misschien echt wel, want toen het uitkwam, ik was een beetje het proefkonijn, hè? Nou ja, we hebben met jou de laatste stenen gebouwd van het leerprogramma. Juist. En ja, het resultaat is gewoon insane. Juist. En dat is... Maar je laat gewoon zien wat er wel mogelijk is, hè? Ja, maar dit is gewoon een realistisch beeld. Alleen dat mensen wachten dat je dat je kan bereiken binnen een paar weken. Je had laatst een goede video gemaakt over is daytraden wel winstgevend kan, wat wel bestaat, dat wel. Ja, het bestaat. En je hebt het levende bewijs, weet je. Dat is gewoon een vak. Dat is, ik weet het ook niet. Het is onwerkelijk dit. Ja, dat is toch vet. Ik vind het echt heel erg raar dit. Ik ben super trots. Hij is ook half vol getankt trouwens, of niet? Half vol? Nou. Zie ik dat goed of zie ik dat nou fout? Ja, dat zie je goed. Dat zie je goed. Dan kun je gelijk je eerste euro's erin gooien dadelijk. Ja, lekker. Mooi. Moeder is ook trots? Ja, mega trots. Mooi. Wij zijn echt van die nuchtere figuren gewoon, mijn moeder en ik allebei. Ja, maar je moet je wel beseffen. Ja. Je bent 19, hè? Ik heb het in deze video denk ik al vaak aangehaald, maar je bent 19, hè? Ja. Als je erover nadenkt. Ja, lijf toch? Ja. Het stuurt ook echt lekker dit, jongen. Moet zeggen, dat zijn niet eens mensen van 19 die het niet kunnen, maar gewoon sowieso mensen die nooit in hun leven zoveel geld hadden kunnen geven aan een auto. En het is maar een auto, maar het is wel het is een trofee, het is wel een hoop geld. Het is nog een beetje onwerkelijk, maar het is wel heel erg nice dit. Echt heel vet. Ik denk dat we hem hier gaan afsluiten, of niet? Ja, we gaan hem hier afsluiten, Vin. Dat mag jij doen vandaag. Jouw dag. Ja, het is mijn dag inderdaad. Ja, ik wil je sowieso bedanken voor het kijken van deze video. Dit is echt een heel bijzonder moment en ik weet ook niet heel goed wat ik moet zeggen. Maar wat is ons dan wat zin natuurlijk aan het einde van de video? Het is wat het is. Het is wat het is, inderdaad. Ja, goed. Super bedankt voor het kijken. Ga lekker genieten van het moment. Komt helemaal goed. Dan gaan we echt goed met vanmiddag. Dank voor het kijken. Later. Ja.